Adrenaline nog tot aan de kruin. Gouden kalver op tafel, René Mioch in opgewonden toestand. Ja. En Bepi Medici die binnenkwam. Bepi Medici die binnenkwam en zei, ik voel me weer 6 jaar. Ja. Is dat het? Nou ja, zo blij ben je dan. Zo zonder enige reserve. Ja, ik ben echt enorm blij. Ik vind het geweldig. Ik hoorde dat je het script had gelezen en dacht, deze rol moet ik hebben. Ja. Wat was dat? Nou, het is echt een heel mooi scenario. En waardoor je... Ja, ik was ook meteen ontroerd toen ik het had gelezen. En ik dacht echt, ja, dit moet ik hebben. En als ze straks na de casting zeggen van nou, we doen toch een ander. Ik dacht, nou, dan moet ik toch een truc gaan verzinnen dat ze me toch gaan nemen. Moet ik misschien wel heel irritant gaan worden en zeggen, ja, hij moet gewoon naar mij. Ja. En gelukkig is het gebeurd. Het bleek niet nodig te zijn. En waarom je het zo graag wilde doen, daar gaan we even naar kijken. Ik weet zeker dat ik alles op de bank heb gezet. Hoofd van mij. Wat ging dan ook weer doen? Ben je verdrietig? Als ik maar niet dement ben, dan krijgt u terug. Juist, precies. Nou, kijk eens. Oh nee, doe niet. Als ik jou toch niet had. Mijn moeder was kapster. Ah, ik ben kapster. Als ik er niet meer ben, dan wil ik heel erg graag dat dit jouw kapsalon wordt. En dan doen we het. Kapsalon Romy. Veel plezier. Veel plezier. Slijmbal. Naarmate jouw personage meer last krijgt van de Alzheimer, wordt ze eigenlijk steeds liever. Ja. Waar heb je dat op gedaan? Ja, dat zit ook in het scenario natuurlijk, hè. Maar ik geloof wel, tenminste, ik heb wel eens gehoord dat oudere mensen, als ze dement worden, eigenlijk hun ware karakter laten zien. Ik weet helemaal niet of dat waar is, maar ik heb het wel eens gehoord. En ik kon me zo voorstellen dat zo'n wat bazige vrouw daaronder misschien een heel lief iemand zat. Die ja, op de een of andere manier verdwenen was in de loop der jaren. Dus ja, als je dementeert in veel gevallen, word je ook wat kinderlijker weer. Dus ik dacht, laten we eens kijken hoe dat werkt. Doe je dat door te lezen, door met mensen te praten die dementerende geliefden hebben? Hoe kom je aan die te lezen? Er zijn hele mooie documentaires over gemaakt, hè. Die heb ik wel bekeken. En ik ben ook wel naar een paar van die tehuizen geweest. We hebben wel onderzoek gedaan, zou ik maar zeggen.